Praten met je. Ja, goed. Ik heb naar mijn zin. Morgen gaan we weer spelen. Dus ja, niks anders dan zin erin. Je speelt sinds vorige week met basisspeler. Ja, dat moet heel fijn voor je zijn. Wanneer zei Adrie Poldervaart tegen jou van, jij gaat spelen? Nou, tijdens het trainingskamp had hij al gezegd van dat zeg maar, de kansen gelijk waren. Dus ik moest gewoon voor mijn plek moest vechten. En even kijken, het was denk ik 2 dagen voor de wedstrijd tegen Vitesse. Toen moest ik bij hem op gesprek komen en toen had hij duidelijk gemaakt dat ik de eerste keuze was. Ben je dan iemand die een gat in de lucht springt of valt het wel mee? Nee, daar gat in de lucht. Natuurlijk ben je blij, je bent trots. Je hebt iets afgedwongen waar je voor gevochten hebt. Maar uiteindelijk moet je het wel presteren. Dus ik kan pas na het seizoen blij zijn om te kijken of het goed gegaan is, ja of nee. Hoe is het eerste half jaar voor jou geweest? Ja, maar wel goed. Ik ben wel tevreden met mijn keuze hier. Natuurlijk een klein tikkie gehad, omdat ik niet ging spelen. Maar zoals ik al eerder heb gezegd, heb ik dat alleen aan mezelf te danken. Ik heb wel wat steekjes laten vallen in de voorbereiding ook. En ook ja, richting de eerste wedstrijd toe. Dus ik was natuurlijk niet tevreden met de keuze, maar ik begreep hem wel. En sindsdien ben ik gewoon hard wezen trainen. Veel in mezelf gestoken en nu sta ik er. Heeft dat ook mee te maken dat je bij een nieuwe club bent, dat je moet wennen, dat het allemaal wel even wat anders is dan je gewend bent? Nou ja, het is wel anders natuurlijk na zoveel jaar bij dezelfde club, maar dat mag geen excuus zijn. Uiteindelijk gaat het om het voetballen en in welk shirt je nou ook loopt, het gaat om het voetbal. Dus nee, dat was geen excuus. Hoe vond je het persoonlijk gaan tegen Vitesse? Nou, ik vond het wel oké. Voor de eerste keer natuurlijk was het wel leuk om weer terug te zijn ook bij Vitesse ook. Maar verder, ja, de derde goal ben ik dan ook wel verantwoordelijk voor. En dat vind ik dan wel vervelend. Maar verder, blij dat ik weer gespeeld heb. En ik vond het wel oké gaan. Wordt er lang nagesproken over zo'n wedstrijd? Of gaat de blik snel op de volgende die ontzettend belangrijk is voor jullie, tegen de Graafschap? Ja, die is heel belangrijk. Maar we bespreken wel altijd alle wedstrijden na. Met beelden of individueel, ja of nee. En meestal doe je dat 2 dagjes na de wedstrijd nog. En daarna sluit je dat af. En dan gaat de focus naar de volgende wedstrijd. Ongetwijfeld is het VAR-moment ook voorbij gekomen. Je hebt het ongetwijfeld ook meerdere keren gezien. Ja, zeg maar, wat denk je? Ja, ik vind dat hij een verkeerde beslissing maakt. Maar ik vind dat het zonde is om weer over de VAR te praten. Want uiteindelijk is niet de VAR degene die bepaalt of je wint of verliest. Het helpt mee en het is een vervelende keuze weer. Maar als je gewoon... Het zijn 2 dode spelmomenten waar je goals uit tegen krijgt. En dan gebeurt dat niet, dan win je of speel je gelijk misschien. En dat is iets wat kwalijker is als dat VAR-moment, denk ik. De Graafschap, we hadden het net over een heel belangrijke pot voor jullie. Want ja, als het fout gaat, we gaan er niet vanuit, maar dan zak je verder weg. Hè. Jullie zitten in een ongelooflijk moeilijke fase. Dus eigenlijk, ja, dit is zo'n wedstrijd, die moet je winnen. Ja, je moet elke wedstrijd winnen, maar dit is wel eentje waar meer druk op staat. Ja, ook gevoelsmatig gewoon eigenlijk. Ja, nee, zeker. Het is niet erop of eronder, maar... Het is wel, als je niet wint, dan gaat de Graafschap over je en dan sta je echt op de ene laatste plek waarschijnlijk. En dat is wel iets wat je in je achterhoofd moet hebben, ja.